Dus ik begin met de piramide. Die bekleed ik met mos. Ik leg hem er eigenlijk op. En ik steek hem. Met krammen steken we de mos vast. Zorg dat het mos goed aangesloten is aan elkaar. Want het mos droogt op een gegeven moment droogt dat in. Dat krimpt een beetje. En als je dat niet mooi aansluit, dan krijg je gaten. En dan ga je tegen het steekscherm aankijken. Dus zorg goed dat het aan elkaar aansluit. En steek het stevig vast met krammen. Dan kan daar niks mee gebeuren. Dit gedeelte heb je nou bekleed met mos. Vervolgens pakken we de verlichting, want die moet er natuurlijk ook in. Die draai je er eigenlijk als het ware, draai je die er omheen. Tot bovenin. Steek het boven ook even vast met een krammetje. Steek niet in de kabel, want dan is de kabel kapot. Vervolgens pakken we de ondergrond, dus de pot. Het kan een bak zijn, het kan een schaal zijn. Daar heb ik oase in gedaan, of steekschaam in gedaan, de droge, de grijze. En deze doe ik ook even aanvullen met mos, zodat je gewoon één geheel krijgt. Al de steekschaam is weggewerkt. Vervolgens hebben we deze stokken, en die gebruiken we eigenlijk om de piramide dadelijk vast te klemmen. Dus die steken we erin. Daar is die steekschuim dus voor, om hem vast te houden. Deze kun je dus met een kram vaststeken. Deze kant ook. Voor de zekerheid zetten we er nog eentje extra tegenaan. Want dat is natuurlijk even passen en meten. Eigenlijk decoreren we hem nou gewoon heel leuk op. Ik heb ook nog wat gouden besjes. Die kun je er ook tussen steken. Er zit ook allemaal ijzerdraad in, dus in principe kun je door het mos heen kun je dat bevestigen. De gouden blaadjes zetten we ook tussen. Deze kun je gewoon erheen steken. Misschien van onderuit. Hem iets langer laten, dan kan je hem nog om de stok heen laten groeien als het ware. Eigenlijk heb je in een aantal eenvoudige stappen heb je toch een leuk creatie gemaakt wat je ergens neer kunt zetten. Kerstballetjes, ik haal die even door het oogje met een kram, dan rollen ze er ook niet vanaf. En dan kun je ze onderin nog steken in een groepje. We hebben een hele leuke alternatieve kerstboom voor op de schouw.